En aan het eind van het programma komen we nog even terug op die commissaris Smit. Die beweert dat ik vorige week zondag op een paard zou zijn geklommen. En dat beweert hij tijdens een intern onderzoek door de heer Salomonsson van de dienst interne zaken van de politie. Maar wat meneer Smit hier doet, is het afvoeren van een arrestante die losgeknipt is. Maar is ze wel gearresteerd of is ze alleen aangehouden? Hij neemt haar mee. Hij neemt haar dadelijk in zijn auto mee. Zijn eigen auto, niet als dienstvoertuig te herkennen. En zet haar ergens anders af. Deze wat zwerverige man is overigens de burgemeester. Wat opgeschrikt duidelijk. Maar wat Ab Smit daar dus deed, is iemand aanhouden zonder grond en dan afvoeren. Dat deed hij in het verleden ook. Hij voerde hele busjes krakers weg. Dat is toen als niet wettig beoordeeld, maar hij doet het dus nog steeds. Wat voor anderen niet mag, wat voor agenten niet mag, mag voor commissaris Ab Smit schijnbaar wel. Zonder grond arresteren, aanhouden en dan afvoeren. Het meisje is een paar kilometer verderop uit de auto gezet, maar meneer Smit alleen met dat meisje in die auto. Het is heel dom van hem. Maar niet alleen heel dom, het mag ook niet. En daar zou deze burgemeester, die hier een opleiding voor verkeersassistent volgt, wat aan moeten doen.